Ik ben dokter geworden om mensen te helpen, om mensen beter te maken en niet te schaden. En niet om op basis van postcode mensen wel of niet aan te nemen. Hoe het gaat met onze samenleving, lees je niet af in een spreadsheet of in internationale ranglijstjes. Om erachter te komen hoe het gaat, moet je praten met de professionals. De mensen die dag in dag uit de samenleving maken zoals die is. Luister naar Morrie van den Berg en haar verhaal over de kinderpsychiatrie. En hoe de bureaucratie het heeft overgenomen van professionals. En hoe kinderen daar de rekening voor betalen. Ik werk als kinder- en jeugdpsychiater in de specialistische GGZ. En op mijn afdeling behandelen we vooral jongeren die ernstig ontregeld zijn, suïcidaal, snel in crisis. In de praktijk loop ik soms aan tegen de beperkingen van die postcodezorg. En gemeentes hebben budgetten en die spreken ze aan het begin van het jaar af. En het kan zijn dat instellingen of ziekenhuizen een budget hebben en ergens halverwege het jaar een plafond bereiken. En dan kan het zijn dat een kind maanden moet wachten op zorg, terwijl dat vanuit inhoud niet nodig is en zelfs helemaal niet gewenst is. Hoe is het deze week gegaan? Het kan ook nog anders gaan. Ik heb jongeren in behandeling gehad uit regio's waar wij nu geen contract meer mee hebben. En het kan zijn dat een huisarts mij belt, dat is laatst gebeurd, van ja, je hebt dat meisje in behandeling gehad. Het meisje is weer depressief, suïcidaal, ze is vastgelopen op school, kun je haar snel weer gaan behandelen? En op dat moment moest ik nee zeggen, omdat wij geen contract hadden met haar gemeente. Dat zijn de momenten dat ik het wel echt voel dat het anders is en dat het me ook stoort in mijn werk. Ja, al met al denk ik dat het heel goed is dat de zorg steeds meer om een kind heen georganiseerd wordt en om een gezin heen. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat zorg en geneeskunde toegankelijk blijft voor elk kind in Nederland en niet afhankelijk is van de gemeente of een postcode.